En mensen kijken er toch dagelijks op uit. En dat geeft een heel gevoel van troosteloosheid. En ik vind het ook echt, ik vind het echt bewonderenswaardig hoe sterk de buurtbewoners hiermee om zijn gegaan. Welkom bij Cineac Noord. Deze week was het kinderboekenweek, daarom was in de bibliotheek een workshop illustreren. We staan hier op de Hoepelenzaag Molenschat bij de bibliotheek Het Oude Noorden. En volgens mij is daar wat te doen in het kader van de kinderboekenweek. Daarom heb ik even Anja gevraagd, die daarover gaat, om te vragen wat er nou precies gaat gebeuren hier in de bibliotheek. Hallo Anja. Hallo. Wat is er aan de hand in de bibliotheek? Nou, vanwege de kinderboekenweek hebben we nu een activiteit van illustraties maken met Helen van Vliet. En dat is op dit moment bezig en daar is ze nu uitleg aan het geven. En de kinderen gaan zo meteen aan de slag. Dat is heel leuk. En illustraties, wat zijn dat precies? Het thema is de grote tekententoonstelling, beeldtaal in kinderboeken. En dat zijn dus de tekeningen in de kinderboeken. En de kinderboekenweek, wat is dat dan eigenlijk? De kinderboekenweek is een evenement wat elk jaar gehouden wordt. De eerste woensdag in oktober en dat is 10 dagen lang. En dan gaan we extra aandacht besteden aan kinderboeken. Echt voor de kinderen te promoten om steeds meer te gaan lezen, echt het jeugdboek even onder de aandacht te brengen. Maar in de kinderboekenweek dan hebben we ook iets van de gouden griffel. Ja, en wat is dat? Ja. We hebben bekroonde boeken en we hebben natuurlijk heel veel boeken die zilveren griffel hebben gekregen. En één daarvan heeft de gouden griffel gekregen van de week tijdens het jeugdkinderboekenbal. En dat is voordat jij er was. Dat boek heeft een gouden griffel gekregen en de griffel is natuurlijk de beste prijs van, de boeken, hè, de Nederlandstalige boeken. Helen van Vliet, dat is een illustrator. Maar wat is dat? Iemand die tekent bij kinderboeken, maar het kan ook bij boeken voor volwassenen, tijdschriften, die filmpjes maakt. Als illustrator kan je alles doen. Dat is het fijne van het vak. Dus een schrijver belt jou op. Ik heb zo'n mooi verhaal gemaakt, kun jij de tekeningen bij je maken? Zo is het. Alleen zit daar de uitgeverij nog tussen. Dus eigenlijk belt in het echt de uitgever mij op. En dan doe ik het. En de schrijver wil het wel altijd even zien. Die wil graag een schetsje zien. En als de schrijver dan zegt mooi, dan maak ik het af. Dat klinkt heel spannend. Maar we zijn in de bibliotheek. Maar waarom eigenlijk? Ik ben in de bibliotheek om een workshop te geven aan kinderen. Ik wilde ze met houtskool leren tekenen, maar ik had ook nog oliepastel bij me. En ze hebben als gekken zitten tekenen met allerlei materiaal. Met potlood, met oliepastel, met houtskool, met van alles. Ja, want het is in het kader van een kinderboekenweek. Het thema is tekenen, de grote tekententoonstelling. En toen heeft de bibliotheek gedacht, dan gaan we daar leuk een workshop bij geven. En je maakt illustraten, je maakt dus tekeningen in boeken van een verhaal, maar is het altijd een verhaal of zijn het ook informatieve boeken? Ook informatieve boeken. Ik heb bijvoorbeeld een serie gemaakt, De Ziekenboeg. En dat zijn 15 deeltjes voor kinderen. Eerst begon het met klein leed, buikpijn, buisjes in je oor. Maar later werden het ook grote ziektes als astma en dat soort dingetjes. En dan kunnen kinderen, als ze zo'n boekje even inkijken van tevoren, een beetje gerustgesteld worden. Maar ik maak ook reken- en taalboeken voor op school of aardrijkskundeboeken. We hebben nou zitten kijken bij de kinderen die hun eigen tekening hebben gemaakt. En zit er een illustrator tussen, denk je? Ja, ik heb een aantal kinderen gezien die met zoveel plezier en zoveel aandacht hebben zitten tekenen. Dat ik heb zelfs gezegd tegen een paar meisjes, als ik ooit ziek ben kan ik jullie bellen, want nou, die gaan als een speer. Het belangrijkste is natuurlijk dat kinderen plezier in lezen hebben en dat ze heel veel lezen. Maar bovenal het leesplezier, dat ze niet te moeilijke boeken nemen, dat ze er veel plezier in houden. En ja, gewoon heel veel lezen, heel veel lol, dat is kort gezegd. Nou, we staan bij het Oude Bergwegstation en ik ga met Esther praten.
Want in de herfstvakantie komt Villa Zebra weer hier in Bogen. Wat gaat er dit jaar gebeuren? Deze vakantie, de herfstvakantie van 18 tot en met 22 oktober, hebben we weer allerlei workshops voor kinderen hier in het Oude Bergwegstation. En het is een soort combinatie van onze tentoonstelling die we in de zomer hebben gehad, de Bouwstad was dat, en onze huidige tentoonstelling die gaat over moeders en vaders. Dus er kan zowel gebouwd worden met blokken, met Lego, met touwen. Maar we gaan ook allerlei werkstukken maken die over je moeder of over je vader gaan. Of over thuis. Nou, van alles. Van alles, ja, precies. Dus vorig jaar is het goed bevallen, want anders zouden jullie nog een keertje terugkomen? Ja, vorig jaar was helemaal goed bevallen. Er waren heel veel kinderen gekomen en heel veel vaders en moeders met hun kinderen. Ja, het was heel erg geslaagd. In welke leeftijd is het eigenlijk? Van 4 tot 12 jaar. Okay. Ja. Nou, en iedereen kan gewoon komen of moet het via school? Via school gaat natuurlijk niet, maar je kan gewoon zomaar binnenkomen? Ja, iedereen kan gewoon zomaar binnenkomen. De entree is 50 cent per kind. Maar je kan natuurlijk ook met de BSO komen of met een andere groep kinderen. Dat kan allemaal. Ja. Dus jullie zijn er iedere dag van hoe laat tot hoe laat is het? Ja, we zijn er iedere dag van maandag tot en met vrijdag. In de ochtend van 10 tot 12 en in de middag van 2:30 tot 3:30. En op vrijdag 22 oktober hebben we de afsluiting en dat is dan om 3:00. Okay. En dan mag iedereen zijn werkstukjes weer komen ophalen, want we hopen dat de kinderen hun werkstukjes wel hier achter willen laten voor een paar dagen. Zodat we er weer een soort van tentoonstelling kunnen maken en dan op vrijdag alle werkstukjes weer komen ophalen. De nieuwe parkeergarage op het Insulideplein is er eindelijk. Perfect veilig, droog, helemaal schadevrij. Het is natuurlijk een fantastisch mooie oplossing. Is dat proefgedraaid? Ze hebben een heel lang proefgedraaid, ja. En ik ben hier stiekem 4 weken geleden al bezig kijken. Toen waren ze al aan het proefdraaien. Dat ze hem helemaal netjes afstellen, dat die auto net goed staat. En dat blijft handwerken uiteindelijk om hem helemaal te kalibreren. Ik heb u met ontzag zien kijken bij de uitleg. Eigenlijk een beetje angstig. Hoe vindt u het? Ja, het is geweldig. Ja, het is onvoorstelbaar. En normaal gesproken hadden ze hier maar 60 auto's kwijtgekund en nu 140. Dus meer dan 2 keer zoveel. En ja, we hebben het gezien. Het is soepel, het is veilig. Geen stank. Eigenlijk, waarom wordt het nog traditioneel neergezet elders, zou je zeggen? Als je dit ziet, overal doen.
Dit is de eerste in Rotterdam. Nee, dit is nummer 6 al. Maar voor een wijkstallingsgarage de eerste. Maar dit is het zesde systeem wat ze nu hier in Rotterdam toepassen. Maar op andere plekken gekoppeld aan woonpanden en aan kantoren. Maar als wijkstallingsgarage is het de eerste. En nou ja, je ziet iedereen echt helemaal enthousiast. En o's en a's zijn niet van de lucht. Hoe denkt u over de bedrijfszekerheid van het systeem? Hij zegt zelf 99%. Kijk, dat is natuurlijk de angst van elke autobezitter. Je wil weg en hij doet het niet. Zij hebben dus tientallen parkeergarages in heel Nederland die zij bouwen en beheren. En hij zegt 99% zekerheid. En als er wat mis is er gelijk iemand bij om het te herstellen. Maar goed, ja, dit is natuurlijk de hamvraag voor iedereen die hier parkeert. Hij komt er toch wel uit. Nou, 99% zekerheid. Is dit een aanloop naar meerdere garages in Rotterdam van dit soort? Ik denk het wel, ik denk het wel. Omdat het natuurlijk ontzettend veel ruimte bespaart. Je kan veel meer auto's kwijt. Het is heel betaalbaar, €25 per maand. Nou, dat is een heel concurrerend aanbod. En ja, je weet dat niemand bij je auto kan komen, dus hij zat echt hartstikke veilig. En ja, het is gewoon echt super comfortabel. We zien de bezuinig, het kostenplaatje van dit soort garages. Nou, de bouw heeft al behoorlijk wat geld gekost. Hè. Dat loopt in de vele miljoenen. Hij is ook nog een keer wat duurder geworden omdat de aannemer tussentijds failliet is gegaan. Maar meer dan de moeite waard. En je ziet ook een mooi plein erbovenop. Vroeger stond hier een woongebouw, heel veel auto's op straat. Je hebt nu een zee van ruimte. Nou, het puntgebouw, daar wordt binnenkort de knoop over doorgehakt. Of plat gooien, iets anders neerzetten. Of mooi opknappen. Dus ja, we zijn een paar jaar verder. Dan is het een heel mooi stukje Rotterdam-Noord geworden. Oude Noorden mag trots zijn. Oude Noorden mag trots zijn, zo is dat. Hartstikke bedankt voor de reactie. Heeft nou een deelgemeente hierin te vertellen in zo'n bouw van zijn parkeergarage? Voor de parkeergarage zelf proberen wij dat natuurlijk aan te vragen bij de stad, maar de stad beslist dat. Als het gaat om de inrichting van het plein, dus de bovenkant, daar zijn wij zelf als deelgemeente helemaal verantwoordelijk voor. Dus daar hebben wij alles over te vertellen. En dat is in 2003 al, is het programma van IJssel door de deelraad vastgesteld. Dus kun je nagaan, 7 jaar geleden. Hoe belangrijk is het voor de buurt? Ja, ik denk heel belangrijk. Het is... Het heeft zo lang erbij gelegen, echt als een bouwterrein. Had natuurlijk ook allerlei redenen. Er moest het zand op, omdat die veengrond eerst moet inklinken, anders verzakt dat plein gelijk. Dus, maar ja, dat ziet er natuurlijk niet uit. En mensen kijken er toch dagelijks op uit. En dat geeft een heel gevoel van troosteloosheid. En ik vind het ook echt, ik vind het echt bewonderenswaardig hoe sterk de buurtbewoners hiermee om zijn gegaan. En uiteindelijk hoop ik nu dat het plein echt voldoet aan hun wensen. En dat ze er met heel veel plezier gebruik van gaan maken.
huis zit vol koolmonoxide. Die kachel moet eruit. Zo, dat is ook weer opgelost. De kunstborrel was deze keer bij de Freewheelers. We zijn op, ik weet niet hoeveelste kunstborrel alweer, deze keer in de Raad van de Arbeid bij de Freewheelers. We gaan met Sanne praten, de cultuurschout. Wat staat er vanavond allemaal op het programma? Het is ten eerste de vijfde kunstborrel. De vijfde. Dat heb ik vanochtend even uit zitten rekenen. Ik was ook zelf benieuwd naar. We zijn in het pand van Raad van Arbeid en er worden verschillende dingen gepresenteerd. Voornamelijk de Freewheelers presenteren ze zich vandaag zichzelf. Er is een documentaire van een filmmaker, Bas de Leijer. En die maakt een documentaire, heeft hij gemaakt over het pand van Raad van Arbeid van vroeger en nu. En dat wordt zo getoond. Er is net een dansact geweest van Rajiv en Rude Beats en zij zijn van Paparazzi en hebben een robotact gedaan. Er is een krijtanimatiepresentatie geweest van Jasper Bos en Emma Haasnak. Thijs van Buren is met tegendraads aan het borduren. En Alexandre van Moensel, als ik het goed heb, excuses als ik zijn naam verkeerd zeg, heeft eigen fietsen gemaakt en die laat hij exposeren. Voor de rest is er Tosti Treffer. We hebben dit keer gelijk met Tosti Treffer om een dat publiek elkaar te laten ontmoeten, omdat er vaak ook verschillende zelfde type mensen zijn en die nu elkaar kunnen ontmoeten op één gelegenheid, zodat er meer uitwisselingen en verbindingen kunnen ontstaan. En Powerboat verzorgt een netwerkbijeenkomst met kaartjes waar geheimen op staan, met opdrachten en met stellingen aan de muren, om zo te kijken van hoe dat versterkt kan worden voor mensen die een beetje alleen staan op een netwerkbijeenkomst en niet zo weten hoe ze met mensen in gesprek moeten komen. Hoe komt het eigenlijk dat het nou ineens drukker is dan de voorgaande keren? De voorgaande keren was het denk ik ook gigantisch druk, maar omdat je nu met Tosti Treffer en het kunstborrelnetwerk doet en dat Vestia de buurtbewoners, direct buurtbewoners hebben uitgenodigd, wordt het extra, is het denk ik extra druk geworden. Oké, dus de buurtbewoners zijn er ook bij? Zijn in ieder geval uitgenodigd en ik hoop dat er ook een aantal bij zijn. En wat is daar de reden van? Het is dat de buurtbewoners de mogelijkheid ook krijgen om de Freewheelers te ontmoeten. En tevens voor mij als cultuurscout fijn is dat ook de bewoners een keer mij kunnen ontmoeten. Dus de mogelijkheid daarvoor hebben. Om te zien wie is de cultuurscout, waarvoor kan ik ze bereiken. Dat ze mij weten te vinden als ze een project willen opzetten en met vragen zitten. En dan kan je even in kort zeggen wat de Freewheelers zijn? Freewheelers zijn allemaal creatieve ondernemers die allemaal in het pand van Raad van Arbeid gevestigd zijn. En zij proberen elkaar te helpen met ideeën en producten te ontwikkelen, gezamenlijk, maar ook als individu. Oké, okay. Nou, jij bent Thijs en je bent met borduren bezig zo te zien. Wat doe je precies? Ik sta hier zo onder tegendraad, dat is mijn eigen kledinglabel. En hier presenteer ik eigenlijk al mijn werk wat ik doe en laat ik mensen echt zien hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. En hoe gaat het in zijn werk? Nou ja, van tevoren maak je in de computer maak je een heel embleem. Dat kan je hier zo ook zien. Dat teken je en dan vervolgens stuur je dat naar die borduurmachine. Je spant stof in, klik je erin en dan is het gewoon, dan gaat het zo aan de slag. En hoe ben je erbij gekomen om dat te gaan doen? Ja, dat is heel lang geleden, of tenminste op mijn 14e, ben ik begonnen met embleempjes maken op de naaimachine van mijn moeder. Met de zigzagsteek. En daar print ik dingetjes uit van het internet. En dat deed je helemaal handmatig dus dan? Ja, semi-handmatig dan zeg maar, met de naaimachine. En toen op een gegeven moment begon ik broeken te maken, truien te maken. En toen kwam ik erachter dat er ook borduurmachines waren waarmee ik dat kon maken. Dus toen heb ik met mijn vader om tafel gezeten. En toen hebben we een borduurmachine gekocht. Goed, dat is wel handig omdat het nou eenmaal via de computer gaat. Ja, absoluut, ja. Maar jij zegt embleems, want ik zie nu teksten. Ja. Doe je alleen maar teksten of ook echte andere motivaties? En eigenlijk het meeste
Ja, veel inspiratie van mij komt vanuit architectuur eigenlijk, waar ik heel erg naar vlakverdeling kijk. En ja, dat zet ik dan op een bepaalde manier op een t-shirt of een trui of wat dan ook. Ja. En het is voornamelijk t-shirts en truien of ook andere kledingstukken? Ik kan ook petjes doen, jassen, noem maar op. Ik zag laatst een filmpje op YouTube, mensen die op schoenen aan het borduren waren. Dus je kan ze gek niet bedenken of je kan borduren. En hoe werkt dat? Kan je wat bij jou bestellen of zo? Als je zelf een idee hebt of... Ja, precies. Zeg maar, Tegendraads is dan echt mijn eigen label. En dan daarnaast heb ik ook nog een bedrijf wat zich richt op voor andere mensen dingen doen. En dan, ja, ik heb ook opdrachten voor bedrijven die dan zeggen van, joh, maak eens dit op een t-shirt of festivals of ja, dat soort dingen. Het is van alles dus eigenlijk. Ja, dit is echt heel grappig. Het is eigenlijk ontstaan. Ik was bezig met een, ik wilde gewoon een kubus op een t-shirt zetten. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik dat niet vaker? En toen heb ik eigenlijk gewoon een proefshirtje eronder gedaan, kleurtjes uitgekozen. En toen ineens werd het zo heel ruimtelijk. Dus dat was, ja, dat was heel maf. En dit is bijvoorbeeld een damesshirtje wat ik voor Boom Boom Nutair heb gemaakt. Dat is een artiest die woont hier ook in het pand en die heeft ook Lowlands gestaan. En daar hebben we die shirtjes dan ook weer verkocht. We staan met Alexandre en ja, we staan hier bij fietsen van jou. Wat doe je eigenlijk precies? Met deze fietsen is het, het motto om een paar oude fietsen een nieuw leven in te blazen. En een veel strakkere look die veel beter bij het tijdsbeeld staat van dit moment. En deze fietsen die je hier hebt, hoe oud zijn die dan? Zijn dat echt wrakken geweest of zo? Of? Nou, het zijn niet geheel wrakken, maar het zijn wel fietsen van zo'n 20 jaar geleden bijvoorbeeld, de frames. En een paar onderdelen. En alles wat niet goed meer was heb ik vervangen. En alle kogellagers heb ik ook vervest. Dat is eigenlijk net zo strak als voorheen. En waarom doe je dat eigenlijk? Omdat deze tijd wel vraagt naar wat hippere fietsen. Ik fiets er al 8 jaar op. En ik vind het eigenlijk een prachtige manier om te fietsen. En nu kan ik het aanbieden aan meer mensen om zo te fietsen. En heeft het ook iets met het idee te maken met recycling? Jazeker, want dat is voor 60% oude onderdelen. Nee, maar dat je daarom dat doet bedoel ik. Dat je, als je nieuwe spullen koopt, dan is het allemaal, komt uit de fabriek en zo. Maar zit daar nog een idee achter, bedoel ik? Ja. Dat idee zit heel sterk achter eigenlijk. Dat je heel veel dingen eigenlijk gewoon nog steeds goed kan gebruiken. En je moet er gewoon wat aandacht en wat liefde aan geven. En dan kan het weer iets moois worden. Maar je doet ook nog andere dingen? Je bent niet alleen met fietsen bezig? Nee, dit fietsenproject heb ik eigenlijk, is een onderdeel van mijn ontwerpinitiatief. Om juist als industrieontwerper heel veel producten zo aan te pakken, te ontwerpen. Dat ze duurzamer zijn, milieuvriendelijker. Of juist op de sociale duurzaamheid kunnen inspelen. Door wat meer cultureel besef en een mooie harmonieuzere wereld neer te zetten. In de productvormgeving. Dames en heren, Givan, de Givan Robot! En mijn naam is Ruud, oftewel Ruud Ries. En dank
jullie wel. En mag de rommel weer opgehaald worden, want hij staat in de weg. Kunnen jullie weer meenemen? Ja, dankjewel. Zeg maar dag Chivan. Doei. Dag Chivan. Oké, dank jullie wel mensen. Laat eens. Deuren. Elke dag worden duizenden mensen geboren. Elke dag gaan duizenden mensen dood. Elke dag vrijen duizenden met andere duizenden en moorden enkelingen duizenden uit. Elke dag zoek ik naarstig naar mensen en ga met mijn kop door duizenden muren. Dit was het weer voor deze week. U kunt de filmpjes terugzien op www.signianoord.tv en op YouTube.